Ja, er zijn wat vragen over de screening van politieagenten. Ja, want agenten die worden opgeleid, die gaan steeds vaker en steeds ernstiger over de schreef. Dat meldt het AD deze ochtend. En dat gebeurt dus bij de politieacademie. Zo zijn er studenten die met 200 km per uur over de snelweg razen, betrokken zijn bij drugshandel of worden beschuldigd van mishandeling. En het gaat overigens niet alleen om rotte appels. Docenten die zien ook dat er toch veel meer studenten zijn met psychische problemen. Denk aan faalangst, een laag zelfbeeld en sommigen zelfs suïcideneigingen. Nou, docenten van die politieacademie die vragen zich nu af of het wel goed gaat met die screening. Ook omdat we in korte tijd 17.000 nieuwe agenten moeten opleiden. Het zijn zorgen die ook leven bij politievakbond ACP. De screening bij de politie is complex. En waar het wel eens gaat, en dat komt ook door wetgeving die er is, is dat je getest wordt op je mentale stabiliteit, je intellectueel vermogen en zo nog een aantal dingen. Alleen die zaken mogen niet gecombineerd worden. Dus wat je ziet is dat als je dat op sommige punten haalt en andere net op de rand, dan kun je toch door de screening komen. Terwijl het soms ook beter is dat het niet gebeurt. Wij zien dat door de tekorten die we hebben, collega's die al in de opleiding zijn, ook andere dingen doen dan die ze mogen doen. Ze doen bijvoorbeeld al aanhoudingen als dat nog niet aan de orde is en dat soort zaken meer. Dus je ziet gewoon dat de krapte ook maakt dat in de hele opleiding de boel ook enorm onder druk komt te staan. Ja, dit is natuurlijk een zeer onwenselijke situatie. Kan daar vanuit de politiek iets aan gebeuren om dit op te lossen? Nou, ik denk, dit is natuurlijk inderdaad, dit horen we nu. De politie gaat er natuurlijk zelf naar kijken. En niet alles kan vanuit de politiek worden opgelost. We moeten eerst kijken hoe het probleem wordt geanalyseerd. Is het tussen veel mensen in te korte tijd dat de screening verbeterd moet worden? Wat is daarvoor nodig? En ik denk dat de politie zelf natuurlijk ook met minister Grapperhaus goed een weg kan banen om te zeggen, is het meer geld, meer mensen voor de training? Het hele proces moet goed doorgelicht worden om beter te begrijpen hoe je het probleem gaat aanpakken. Niet alles is meteen aan de politiek om het op te lossen, maar je moet eerst even weten wat er nodig is. Is het mensen en middelen? Ja. Dan moet daarover gesproken worden. En dat is dan wel weer een ding, denk ik, waar we echt over moeten spreken bij een volgende formatie. Want we weten allemaal dat de politie hartstikke belangrijk is. Veel belangrijk werk verricht op straat en elders. En onze rechtsstaat, onze veiligheid begint echt ook met een goed functionerend politieapparaat. Ja, meneer Harbers? Nou ja, het is heel bezorgd, heel serieus signaal. En het is denk ik vooral iets voor de politieleiding om te zorgen dat je dit goed oplost. En kijk, dat heeft twee aspecten. Hè. Je wilt gewoon heel goed opgeleide politieagenten. Want er wordt ongelooflijk veel van hen gevraagd om ons veilig te houden. Maar het lijkt me ook voor de mensen zelf, hè, als je gewoon je opleiding niet kunt afmaken, als je tegen een muur loopt of als je later, als je aan het werk bent, toch vaardigheden tekort komt. Dat is ook voor je werkplezier niet goed. Dus we hebben gewoon baat bij als de politie het gewoon zo goed mogelijk en zo slim mogelijk regelt. Aandachtspuntje dus ook bij de komende verkiezingen wellicht. Dan